natuurlijk zoals gewoonlijk, hij heeft in januari altijd zijn cd-presentatie. En we zitten nu in het begin van februari, dus we mochten er niet omheen. We moeten hem natuurlijk altijd even in de studio hebben. En het is onze eigen Kapelan. Kapelan, goedemorgen. Een hele goede morgen. Hoe was je cd-presentatie? Druk. Ja, hij was weer volledig uitverkocht, hè? Ja, het was, hoe moet ik zeggen, om 3 uur zat er al 500 man binnen. Twee uur ging de zaal open. Maar het mooie van het verhaal is, ik moest eventjes naar de bos iemand ophalen. En ik ben kwart over twee ben ik aangereden en ik kom half drie kom ik terug in, of kwart voor twee was ik aangereden, ik kom half drie kom ik terug in het dorp. Ik zie helemaal niks. Ik denk, dit wordt niet worden vandaag. Nee. En ik zet ze af bij het café. En ik steek over naar huis en ik kom terug. Het was denk ik kwart over drie. Heel die weg stond helemaal vol ouders. Onveilig fietsen minimaal voor de deur. Ik denk, dat is toch heel frappant. In een half uur tijd was alles. Is toch geweldig? Ja, dat was ja, ik vond het wel leuk. Ja, en op voorhand al volop de kaart in de verkoop en mensen die al helemaal dol enthousiast waren. Ik had drie kaarten in de voorverkoop. Ja. Dus echt top. Ja, ik had toen was mijn reclame. Of was mijn beste reclame ooit. Drie kaarten verkocht. In de voorverkoop denk ik, nou, dat wordt helemaal worden. Ja. Vorig jaar waren er 2. Nou ja, goed als de mensen maar komen. Ja, ze komen altijd, want ze weten dat er 1000 man in kan. Ja, dus dan gaan ze ook niet zo vlug kaart in de voorverkoop komen natuurlijk, hè? Want er is een behoorlijke grote zaak. Nee, want ja, stel dat er zijn mensen komen uit België. Ja. Die komen speciaal voor Jette Piletti. Mm-hmm. Ja, als je dan een uur in de auto zit en of je bent ziek en je hebt de kaart, is ook een beetje lullig. Ja, vanochtend kreeg ik de nieuwe Jette Piletti binnen, de Kan-Kan. Ja. Geweldig. Ja. Alleen maar Jette Piletti kan het sowieso doen natuurlijk. Ja, ja. Ik ben er altijd, maar ze heeft meegeholpen met het liedje van mij. Oh, dat wist ik weer niet, moet ik eerlijk zeggen. Zover was ik nog niet. Ja, als achtergrondzangeres of? Nee, ik lag op het strand in Domburg. Ja. En ik wist eigenlijk helemaal niet of ik nog een single uit ging brengen, want ik zat helemaal vast. Dus ik belde Jette, ik zeg, Jette, heb jij toevallig een leuk idee voor mij? Ja. En ze zegt, nou ja. Van de Sunny Coast, misschien een leuk liedje, Jenny. Ja. Dus ik Kees telkens zei, Kees, ik stuur jou eventjes een berichtje. Uh-huh. Met een liedje, dat moet in een uptempo gemaakt worden met eigen tekst voor mij. Ja. En hij stuurt me, 2 dagen later stuurt hij me een opzetje. Ja, want als ik de tekst lees... Ik zeg, Kees, wat heb je gedaan? Ik zeg, dit heeft niks met de Sunny Coast te maken. Dus nee. Dus ik stuur het naar Jet. Ik zeg, Jet, waar vind jij je van? Ik zeg, het klinkt best wel lekker. Niks meer aan doen, zegt ze. We hebben de tekst nog een beetje veranderd. En ja, het was er een keer Iron Sutherland Band. Zo simpel kan het zijn. Ja, je Kees had gewoon iets opgestuurd en ik dacht van, dat is ook wel leuk. Ja. Ja, maar heel dat niet, is, heel dat niet is ook staan dat het, hij dacht zelf dat hij het goede... Ja. Maar ja, het wil al een liedje gepakt. Maar dat is natuurlijk ook weer Kees. Kees denkt altijd mee. Ja, goed. Ik zeg, ja, niks meer aan doen. Ik vind het prima. Ja. Want als ik de tekst zie, dan denk ik van, daar moet op gedronken worden. Ja, dan wil ik gelijk gegillen. Hi, ha, ho. Ja, en de meeste mensen kan ik mee. De liedje van daar moet op gedronken worden. Ja, maar dat is het absoluut niet. Nee, nog niet in de buurt. Nog niet in de buurt. Ja. Hoe ben je op de tekst gekomen? Ja, Kees stil, dat snap ik. Maar... Nee, het is een... Het liedje van The Arms of Mary. Ja, van de Sutherland Brothers and Quiver. Ja, en dan waar je daarmee toch gedronken. En als je dan de oude DJ's pakt, ja. Die halen het er allemaal uit. We gaan zo meteen eens even luisteren natuurlijk. Ja, ik ben wel heel benieuwd of jij het er ook uit haalt. Ja, ik gedaan. Ik zal mijn koptelefoon op, die kan ik hard en zacht zetten. Dus dat moet goed komen. Okay. Ja. Hey, Kapje, hoe lang ben je nou eigenlijk al bezig? Dit was de 15e... Single presentatie? Ja. Maar dat zing natuurlijk al 32 jaar. 32? Ja. Ja, dus nog 3 jaar en dan heb je een of ander heel groot voelendeus. Nee. Maar daarvoor was ik zing nu 18 jaar zeg maar solo. Mm-hmm. Maar daarvoor speelde ik gewoon in een rockband. Ja. Gitaar en zang. Ja. Zit het nog een beetje in je, die oude rocker? Nou ja. Oud wel, maar rock niet. Ik heb wel zoiets het idee om heel vaak vragen ze van, zing eens iets van wat je toen deed, ja. Paranoid en ik zeg ja,
daar kan ik niet wegkomen nu. Ja, Black Sabbath. Ja. Wel een waanzinnig nummer. Het is een waanzinnig nummer, maar ik kan er niet meer wegkomen nu. Nee. Want de boeken zijn me niet meer voor. Nee, nee. Die tijd is geweest. Ja, nee, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja, en er zijn en, natuurlijk en om dan zeg maar om een keer dat liedje te zingen om dan zo'n dure band te maken, dat vind ik dan ook weer net te ver. Nee. En dan moet je weer de rechten aan gaan vragen of is het niet zo? Nee, nee, ben ik hackers kunnen gewoon voor optredens gebruiken, is niet zwaar. Oh, oké. Okay. Ja, je kent er niks mee. Je kent alleen maar luisteren naar zo'n liedje. Kijk, die Proud Mary, die kende ik op dansen. Ja. Nou, Black Sabbath, ja, dat is een beetje boem, boem, boem. Ja, dat is nog niet eens headbangen. Dat moet je gewoon als gauw houden inlassen en denken van, jongens, lekker. Ja, zoiets. Maar goed. Heb je nog wat met Ozzy Osbourne? Niks. Helemaal niets. Het is geen idool van je of wat dan ook, dat mensen af en toe ons zeggen, hij heeft een eigen tv-serie, daar kijk ik wel eens een keertje naar. Dan denk ik van, de man is volledig een padje. Ja, ik word het serieus hartstikke zot. Ja, die is echt volledig de weg kwijt. Ja, ik heb het ene stuk heb ik wel gezien, maar ja, die is echt van een andere planeet. Ja, hey, en nu Kap, want je hebt deze single uitgebracht. Ja, hier ga je natuurlijk aan werken en promoten en blablabla. Bla, bla, bla. Maar jullie zangers zijn ons altijd weer een paar stappen voor, net zoals schakers. Er zit natuurlijk al wat in je hoofd waarvan je denkt van nou, dat zou mogelijk wel eens een keer een opvolger kunnen zijn. Nee, ik ben helemaal niet meer bezig. Ik moet wel zeggen, ik heb nog nooit zoveel positieve reacties gehad op een single als op deze. Mm-hmm. En hoe komt het dan? Was het ik denk dat dit een cover is. Ja, om het zomaar te doen. Als je hem hoort, dan heb je niet het idee dat het een cover is, maar dat het een origineel nummer is. Oké, maar pakken de mensen de melodielijn van de cover? Ja, de melodielijn en waar het over gaat, daar moet toch gedronken worden. Ik was laatst op een darttoernooi en dat darttoernooi was afgelopen en ik had gezongen. En een uur later was dat liedje nog vier keer gedraaid. Ja. Dus dat vond ik wel heel, ik heb nog nooit eerder meegemaakt. Iedereen stond boven de tafel en ik dacht, maar wat is het over? Maar ja, iedereen was helemaal dol van de drank. Dus het allemaal mooi. Ja, dus, ja ik kan me wel herinneren dat je erover mee kan praten. Dat je daar niet. Dat ja, Johnny Gold in ook zo'n nummertje. Ik had ook weer over bier drinken. Dus, ja, dan moet een biertje. Ja, dan moet een biertje. Hij heeft zijn piemel afgeschaft. En hij gooit maar een biertje in tegenwoordig. Ja. Ik vond het ook wel wat netter. Daar moet een piemel in, is leuk in het stadion. Ja, maar met de carnaval heb ik zoiets van. Ja, het kan wel leuk zijn, maar dan moet het gezongen worden. Niet op een plaat. Nee, nou, dat ben ik volledig met je eens. Dat ben ik volledig met je eens. En ik vond dat persoonlijk, ik vond het een beetje Johnny Gold onwaardig eerlijk gezegd. Als ik kijk naar al het vorige wat hij heeft uitgebracht. En hij is natuurlijk. Ik vind hem wel super grappig hoor. Ik vind het een van de leukste artiesten om te zien optreden. Ja, hij is echt helemaal in zijn salesjette paletje. Hij is helemaal in zijn act. Ja, onze Kees. Ja, helemaal geweldig. Ja. Is het een jongen die jij zou boeken? Een Johnny Gold op een CD-presentatie? Nee, ik pak al 15 jaar dezelfde. Ja. Ik heb nooit geen grote naam. Ik heb altijd jongens van hetzelfde kaliber als ik. Ja. En dat zie je ook natuurlijk, Kapje. Want dat is hetzelfde als iedereen heeft hem laten vallen als een baksteen. Ja, onze eigen Lex Harding, de man, ex-man van Radio Mexico. Maar hij staat nog wel bij jou te presenteren. Ja. En dat is ook hetzelfde. Ja. Dat zie je. Dat meen ik oprecht, want ik ben zelf presentator. Ik ga ook niet bellen naar jou van, joh, mag ik hem presenteren of wat dan ook. Want ik weet gewoon dat Lex daar staat. Klaar. Ja. Ja, goed, iedereen weet een beetje het verhaal van Lex, dus ik doe het nog steeds graag. En ik doe het zeker niet onverdienstelijk. Nee, ja, goed, ik kan natuurlijk weer iemand anders gaan zoeken, maar dan heb ik ook hetzelfde met zangers. Ik had nou een jongen bij ons uit het dorp, Jimmy Geerts. Mm-hmm. En die jongen vroeg 3 jaar geleden al, kom een keer met mij zingen. Ja. Ik ben zo ook begonnen 7 jaar geleden bij René Schuurmans. Ja. Nou, wat gebeurt er nou? Hij zegt van, nou weet je wat, ik doe het. Veel bier op hebben, met de kermis afgelopen jaar, toen zei hij op een gegeven moment, Marke kan echt goed zingen. Hij zong 3 Engelstalige nummers. En 1 nummer van Hart, is Kleine Jongen. Ja. Maar er waren een hoop vrienden, die hadden allemaal sjaaltjes gemaakt, die stonden al met 30, 40 man in de zaal, zo met Jimmy Geers. Dus dat gaf hem eigenlijk al een beetje vleugeltjes. Ja. Maar iedereen die binnen was, dat ik achter iedereen, zelfs die achter de artiesten vroeg over, wie is dat? En vanavond, dit is zijn eerste boeking, heeft hij al binnen. Ja, is toch geweldig. En hij zingt maar 4 liedjes. En zo moet zo'n jongen ook de nodige podiumervaring krijgen. Zo moet hij een beetje doorstromen natuurlijk. Ja, en ik heb hem ook meegezegd van, pak die en die geluidsman. Ja.
Dan weet ik mee wat het kost. Ja. En, kunt zelf wat we allemaal kunnen doen, maar... Nee, ik denk dat het heel bepalend is, ook voor de zanger, ja. Dat er goed geluid staat. Ja, ja, en iemand die ook op zijn stem in kan schakelen, ja. Zeg maar. Ja, het mannetje heeft wel een supergave stem. Ja, maar bij een slechte geluidsman zing je je stem verrot. Ja, dat klopt, maar... Daar hoef je niks aan te vertellen. Nee, ik heb wel gewaarschuwd, ga nou niet overal zingen waar een DJ staat met de microfoon en pakt die microfoon en gaat dat nou niet doen, want dan, nee. Dan is het over en uit. Ja. Jouw nieuwe single, daar moet op gedronken worden. Die gaan we natuurlijk draaien hier op Langstraat FM. En we gaan hem ook meenemen in het format. We hebben een paar singeltjes van je gehad, dus ik ga hem ook weer neerleggen bij degene die hem in het computersysteem gaat stoppen. Dat hoef ik godzij gezegend tegen prezen niet te doen, want dan hadden we helemaal nooit geen muziek meer. Ja. Hoe ziet op dit moment jouw komende week, hoe ziet die eruit? We gaan natuurlijk richting de carnaval. Merk je daar zelf wat van als artiest zijn? Met carnaval heb ik mijn optredens. Ik heb maandag heb ik één tussen 5 en 7. Dus eentje verzet naar dinsdag. Dus ze zou eventueel nog kunnen, maar ik heb nou zo van... Het boeit mij ook niet meer, want ik ga gewoon die zaterdag, zondag en dinsdag vol in de bak en de maandag ook zelf van. Ja, je gaat lekker zelf carnaval. Ja. Maandag. Je hebt groot gelijk. Dus die 2025 die hoeven voor mij niet meer. Nee, maar goed. Dat is ook weer zoiets waarvan je zegt van, jongens, het is mooi zo. Ja, je begint te merken dat het niet meer zo makkelijk gaat, hè. Nee. 25 meer, dus... Leeftijd is ook hard voorspellen. Ja, ik merk het ook aan mezelf, hoor. Ja, ja. Vorige week ook, ik ging 5:30 op en ik ging s'nachts, rolde ik om 3 uur mijn bedje in. En ik had echt zoiets van, nou, je kan toch merken dat ik geen 59 meer ben. Nee, nou ja, en hoef je nog geen drank op te hebben, hè. Schij alsjeblieft uit. Ja, ik had het weer op mijn vakantiebestemming, naar bijna 36 uur onderweg te zijn geweest. Ja, ik zeg, ik pak een potje bier en ik pak één pilsje en ik denk, pak er geen tweede. Einde vooral. Ik duik mijn bedje in, want dan ga je het merken. Ik ken het. Ja. Kappie, ik ga je heel vriendelijk bedanken voor de komst in de studio, vriend. Ja, graag gedaan. Heel veel succes met weer een heerlijke nieuwe single. Ja, dat gaan we nu draaien en bij de eerstvolgende, de deur staat wagenwijd open. Ja, hartstikke mooi. Dank tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Groeten. Want jij en ik zijn binnen. Kom maar op, daar moet op gedronken worden. Wil jij vandaag nog scoren? Laat dan je stem maar horen. Zing maar mee, daar moet op gedronken worden. Ik wil even stilstaan bij dit moment. Want ik bewonder het zo bijzonder dat jij er altijd weer voor me bent. Waar zou ik zijn zonder jou? Jij en ik en alle mensen hier houden van muziek en van plezier. Vandaag ben jij erbij, dus heb het glas en proost met mij. Het feest dat kan beginnen. Want jij en ik zijn binnen. Kom maar op, daar moet op gedronken worden. Wil jij vandaag nog scoren? Laat dan je stem maar horen. Zing maar mee, daar moet op gedronken worden. Laat je lekker gaan en dans de zorgen van je af. Kom op, bouw met mij een feestje. Zodat als je straks moe en voldaan naar huis toe gaat, je kan zeggen wat is het mooi geweest. Oh, het feest dat kan beginnen. Want jij en ik zijn binnen. Kom maar op, daar moet op gedronken worden. Zeggen wat is het mooi.